dat is iets waar ik eigenlijk niet over nagedacht heb. Maar ik weet ook van mijn eigen dat sommige momenten mijn reacties niet goed zijn. Ik denk dat misschien minder ingetoomd zijn, moet zijn. En uiteindelijk zoek ik ook naar momenten om die rust te vinden. En heb ik daarna ook bij mijn eigen nagedacht en met de mensen rond mij daarover gesproken van misschien wat is een betere manier om daarmee om te gaan als speler. Maar ik denk dat aan de andere kant de mensen ook weten van mij dat dat een manier is om de ploeg te beter laten spelen. Dat gaat op dat moment niet om mij, dat gaat om, op dat moment om hoe kunnen wij als ploeg beter spelen, hoe kunnen we meer rendement halen uit de manier dat wij spelen. Maar natuurlijk moet ik als persoon ook leren om af en toe beter een betere reactie of op een betere manier te tonen. Maar af en toe komen emoties daaraan te pas. Maar uiteindelijk is dat een werkpunt van mij als persoon.